It's time for Vector's Bazin! Vechtersbazen zijn terug in je leven. Terug met de beste verhalen van je favoriete vechters, trainers of mensen die bij de vechtsport betrokken zijn. Op welke manier dan ook. En vandaag hebben we een hele speciale editie. Natuurlijk allereerste man die elke maandag gewoon bij mij zit. Elke week bij me zit. De Hurricane, Gilbert Eiffel. En de man die in het midden zit is iemand die wij allebei al heel lang kennen. De meeste mensen kennen hem vooral tegenwoordig als de Head of Talent Operations van Glory. Oftewel de matchmaker. Wij kennen hem vooral als Robbie de Rocket. Oh jee. Robbie Timmers. Ja. Rocket, ja. Ik ken jou al heel lang. En ik had nooit gedacht dat de tijd zou komen dat ik degene van ons twee was met het meeste haar. Ja. Maar dat krijg je ervan als je gaat werken in deze sport. Weet je, dan wil je wel eens een haartje verliezen. Ja. Ja, ik vind het heel tof dat je er bent. Ik wil van alles en nog wat met jou hebben. Onder andere de Heiligstaat van Glory. We hebben net Glory 83 gehad afgelopen weekend. Waar ik het ook uitgebreid over heb. Allereerst natuurlijk van jou weten hoe jij ooit in deze sport betrokken bent. Je kent hem al heel lang bijvoorbeeld. Ja, Gilbert ken ik heel lang. Ik ben met judo begonnen. Dus toen ik 4 was, heb ik tot mijn 17e gejudo'd. En ik miste eigenlijk, ik was fan van Bruce Lee natuurlijk, dus ik miste een beetje dat stoot en trappen. Dus ik heb wel een beetje geëxperimenteerd met kung fu, taekwondo, maar nooit echt gevonden wat ik wou. Kickboksen wist ik van, maar ik had altijd een beetje de indruk van, het zijn gewoon mensen, zonder techniek die elkaar maar in elkaar lopen te beuken, zonder techniek. Dat was mijn indruk. Toen ben ik via Fariel, een vriend van mij, Mr. Payne. Fotograaf, ja. Nu fotograaf, ja. Die vertelde over Lucien Cabin. Want Lucien kwam wel eens naar de sneak preview in de bioscoop, waar ik elke zondag heen ging. En die vertelde toen over kickboksen, dus ik werd er wel een beetje geïnteresseerd. Ik raakte met Lucien in gesprek, dus dat klikte ook wel goed. Toen vertelde Fariel over een vechter genaamd Gilbert Eiffel. En toen was er een gala op Rings, volgens mij was het 1995, heel lang geleden. Toen vocht Gilbert tegen Joop Kasteel. En ik judo'de in Amersfoort. Ja. Ik judo'de in Amersfoort en Joop Kasteel die kwam uit Amersfoort. Ja. Dus ik ging eigenlijk na dat evenement een beetje in het voordeel van Joop. Want ik voelde een beetje een connectie met Joop. Met Gilbert ken ik nog niet echt. Dus ik was voor Gilbert. Maar halverwege ronde 1 merkte ik dat ik onbewust een beetje voor Gilbert werd. Want hij was zo spectaculair. Hij is echt een van de meest spectaculaire partijen die ik ooit heb gezien. Sowieso een van de meest spectaculaire vechten. En toen raakte ik echt geïnteresseerd. Toen ben ik met Gilbert in contact gekomen. Samen met Fariel hebben we toen afgesproken om een keer te gaan kijken bij Lucia Cabin waar die trainde. En ja, dat viel zo goed. En toen ben ik daar niet meer weggegaan. Ja, die wedstrijd vind ik mooi dat je die wedstrijd noemt. Want dat is ook, als mensen mij vragen, wat is jouw favoriete MMA-wedstrijd? Noem ik bijna altijd die, want ik kan me nog zo goed herinneren. Vechtse banen was het, met die oorvijgen. Ja. Eigenlijk noem ik altijd klets achter elkaar en op en neer. En ja, hij was echt gruwelijk toen. Ze noemden toen Free Fight, volgens mij met rope escapes. En zonder handschoenen, maar nog niet met de vuist op het gezicht slaan, maar met open hand. Hij kwam bijna, in mijn ogen, bijna net zo hard aan. En Joop, respect voor beide. Het was een geweldige partij van beide. Maar toen heb ik wel even kennis gemaakt. En met Gilbert, maar ook met de sport. En die vooroordelen die ik heb, die waren wel een beetje verdwenen. Dat het, Maar wat was jouw indruk toen van hem? En dat wil ik zo van jou ook weten. Maar ik vond hem als vechter geweldig. Maar ik vond hem wel een beetje een enge man altijd vroeger. Ja, sowieso. Het is niet spectaculair als vechter. Als persoon is wel natuurlijk een intimiderend persoon. Maar ik leerde hem kennen en toch anders dan wat ik oorspronkelijk dacht. En het klikte goed. En die sportschool was sowieso een hele goede sfeer. Dus ik voelde me daar meteen thuis. Los van het feit dat dat ze me echt leerden om van die sport te houden. En hoe rijk die sport is. Ja, voelde ik me gewoon daar echt thuis. Ja. Was het liefde op het eerste gezicht eigenlijk? Ik denk het wel. Ja. Eigenlijk wel zeker, ik weet wel zeker van wel. Ik ben naar de 1 keer meegegaan, daarna meteen ingeschreven, niet meer weggegaan. Ja, en wat was dat van tijd bij Lucien Cabin? Want behalve Gilbert Eiffel liepen er heel veel prominente vechters. Ja, alleen maar. Het stikte van de goede vechters daar. Uiteraard, Taren Sprong kwam er vandaan, Tarek El Idrissi. Ja, het was een hok vol met talenten. En ik kwam daar als klein dun indootje kwam ik daar aanzetten. En de gemiddelde vechter was 10 keer zo groot als ik. En met sparren had ik natuurlijk heel zwaar. En toen zag ik zo'n dun Marokkaantje.
Dus ik denk van, ik was moe. Dus ik denk, ik ga me even met hem. Weet je, kan ik een beetje rustig aandoen. En dat was Tarik El Idrissi. Zo. En toen, toen heb ik echt, daar heb ik ook echt geleerd niemand te onderschatten. Nee. En dat was echt een geweldige vechter. Ja, jij wel eens met hem gespart, hoor? Hebben we wel eens gespart? Denk vast wel, maar ja. Gilbert hield gelukkig altijd rekening. Ja. Kijk, gelukkig was het grote verschil groot genoeg dat hij zich niet hoefde te bewijzen, want het was klaar, heel duidelijk. Ja, maar buiten sport deden we best wel veel samen. Ja. Ik kwam en sowieso altijd naar die première gingen we toe. Ja, die sneak previews. En wat even nog meer ging wel stappen. We zijn een keer naar de megafestatie geweest, weet ik nog. Megafestatie in Utrecht, ja. Eén keer, jongen, dat was een hel, ben ik... niet de megafestatie, maar er was een sneak, hoe noem je dat? Een bioscoop marathon. Mm-hmm. 4 films op 1 avond. Oh, dat en weet ik nog. Gilbert, Alistair en Valentijn gingen mee. Maar ik maakte de fout door precies tussen Valentijn en Gilbert in te zitten. Dus die waren non-stop met elkaar in gesprek en de hele film te analyseren. En ik zat ertussen. Was ik dat? Ja, was jij. Was ik niet zo broer? Nee. Ik sprak niet zoveel met zo'n Ja, jij en Valentijn. Ja, maar in die film wel. Ah, okay. Buiten niet, maar in die film wel. Ja. Maar je kon wel wat, hè? Want, je zegt, ik sparren met die gasten was moeilijk. Maar ik heb ook wel, ik heb daar ook een tijd gedaan. Ik heb wel eens robotjes met jou uitgevochten in de gym. Je was wel goed. Oké, dat is leuk om te horen. Ja. Nee, maar je hebt ook wedstrijden gedaan. Ik heb wedstrijden gedaan. Ik vond het sowieso leuk, maar ik had wel altijd zoiets dat ik nooit mijn beroep ervan wilde maken. In ieder geval in de ring. Dat was niet voor me weggelegd. En ik had ook andere passies, denk ik. Ja. Maar voor trainen vond ik het geweldig, ja. Ja, ik weet, ik kwam voor jou met jou voor het eerst in aanreiking via Fight Talk. Dat was de website die je toen had. Toen de tijd eigenlijk drie forums, noem je dat. Dus je had de Mixfight, je had kickbox.nl. Ja. En het Fight Talk. Ja. Hoe ben je daar begonnen? Fight Talk veel eerder, toch? Kickbox.nl was volgens mij het eerste. En er was een website die heette Shoto. Ja. En omdat ik dus, ik trainde bij Lucien, dus ik had het gevoel, ik dacht dat ik een beetje verstand ervan had. Mm-hmm. Dus ik was natuurlijk best wel, ik had een uitgesproken mening, dus dat deed ik altijd. Dus ik werd heel snel al geband door die website. Die hadden me geband. En toen dacht ik van, weet je wat, dan begin ik mijn eigen. Dus toen ben ik Fight Talk begonnen. En dat begon eigenlijk als een grap. Ja, en voordat je weet waren we toch wel een van de main online vechtsport magazines. Dat heb jij al een tijd gedaan. Waarom ben je daar eigenlijk mee gestopt? Ik heb een hele tijd gedaan, omdat ik... eigenlijk alles wat ik heb gedaan, kwam eigenlijk via Fight Talk. Ik leerde daar een beetje een netwerk kennen. Je kreeg een beetje ideetjes en... van het een kwam het ander. Dus toen kwam ik had mijn eigen merk ben ik gestart, heb ik evenementjes gedaan, wel eens wat met management gedaan. Ook bij Royal Rumble, dat magazine destijds, in het begin een beetje betrokken geworden. En op een gegeven moment toen kwam ik via Edwin van Os en Raymond van Daalden, kwam ik in Thailand terecht. Mm-hmm. Later ook de mogelijkheid gekregen om partner daaraan te worden in het kamp Super Pro Samui. En toen zat ik dus in Thailand. Ja. Nou, voor een half jaar zou je gaan, toch? Eigenlijk aanvankelijk, toch? Voor een jaar. Ja, het was eigenlijk heel raar. In het begin zou ik het, zeg maar, in de vorm van pachten helemaal gaan overnemen. Maar dat was een veel te groot project voor de situatie waar ik toen in was. Dus toen heb ik een tijdje gewoon gemanaged daar. Mm-hmm. Nou, later ben ik de mogelijkheid gekregen om partner geworden. Dus toen ben ik partner geworden. En Thailand beviel me meteen zo goed, weet je, dat ik daar echt wilde blijven. Ik had toen de Waldons boxmerk nog, dat STB, dus ik importeerde wel eens wat producten van Thailand. Fight Talk had ik nog een beetje, maar het moment dat ik in Thailand was, werd het toch wel heel moeilijk, hoor. Ik had toch een beetje onderschat dat het hoe moeilijk het is om bij te houden als je niet meer zo dicht op het vuur zit. Dus toen ben ik langzaam een beetje daarmee gestopt. Daarvan af gedwaald. Ja. Had jij een account op Fight Talk? Ja, toch? Ja, maar meer op hij zat meer op Party Peeps. Oh, ja, Party Peeps. Goede tijd. Maar weet je wat niet heel veel mensen weten, wat ik niet wil, weet dat. Je bent toch Nederlands kampioen geweest? Nee. Ja. Oh, met Jojo, ja. Boom! Ja, dat was heel goed. Ja, dat was echt heel goed. Ik denk, oh my god, Nederlands kampioen, jojo. Dat was echt heel goed. Al die dingen zien. Ja, vergeet ook. En er is nog iets wat hij heel goed kan. Ja, nou ben ik heel benieuwd. Nou, dat gaat hij zelf zeggen, toch? Ik weet niet waar je het over hebt. Dat heeft met muziek te maken.
met een speciale bekende man die er nog niet meer is. Oh, Michael Jackson. Goed, Michael Jackson. Het probleem met Michael Jackson was altijd, ik heb het nooit toegegeven, maar ik had enkele, hele kleine, enkele moves van Michael Jackson, maar nooit genoeg om een heel nummer te doen. Dus ik deed altijd maar een kort stukje, dus iedereen dacht van, hé, ik kan goed Michael Jackson. Nee, maar eigenlijk had goed. Ik maar een paar moves, ja. Die ik dat net niet genoeg was voor een heel nummer. Net niet genoeg, maar gewoon herhalen. Nee, gewoon stoppen. Oké. Je hebt zelf de handschoen, toch? Nee, zo ben ik aan de hoed. Geen handschoen. Ik had een extra edition opnemen. Gaan we die moves even op camera vastleggen. Dus ja, dat wel in de wat gaat. Extra betalen. Ja, dat is goed. Ik ben blij wat je me nu betaalt voor deze podcast. <Ja. maar. laughs> Oké, Paddy. Maar wij hebben in deze podcast hadden we altijd onderdeel Mount Fightmore. Hè? Dat is een beetje de inspiratiebronnen die ons de passie hebben gegeven om de vechtsport te gaan volgen. Op welke manier dan ook, als vechter of als journalist. Was dat voor jou eigenlijk? Als je zou zegt, dat is mijn, weet je, aan de Mount Fightmore van mijn vechtsportgeschiedenis. Dat is degene die mij hierin gezogen heeft, waar ik de inspiratie uit haalde. Wie is dat voor jou? Ik denk Bruce Lee, Mike Tyson en Gilbert. Ja? Dat zijn wel de mensen. Kijk, judo was, ik was 4. Toen ik niet tegen mening ben er gewoon opgegaan. En ik wist niet beter. Dus ik pakte gewoon elke keer mijn tas en ik ging. Maar een Bruce Lee, Mike Tyson en een Gilbert, dat was wel echt. Mike Tyson en Bruce Lee waren echt mensen die me echt interesseerden in het, om het te kijken. Maar Gilbert dacht ik echt van, hey, eigenlijk zal ik het wel zelf. Lekker rijtje Gilbert op mijn thuis. Ja, hoor. Ik ben helemaal vereerd. Ja. Volgens mij had ik Mike Tyson en Bruce Lee ook op de En mij ook? Ja. Dat je dan nog wist van een yo-yo. Ik weet alles nog. Hey, maar dat heeft dus tot heel veel geleid. Je bent naar Thailand gegaan, je bent nooit meer weggegaan. Uiteindelijk bij Glory betrokken geraakt. Waar je nu dan sinds een jaar of twee, volgens mij zo ongeveer toch? Zo, Ja, 2,5, bijna 3. Ja, ja. Gewoon de ik zit er, ik zal er langer, ja. Trouwd met een Thaise vrouw. Ik zit er langer bij Glory. Ook eigenlijk, Pierre die woont in Thailand. Verloor nog steeds. Of die heeft een huis in Thailand. Dus ik kende Pierre. Toen heb ik ook de link gezet met... Pierre zat toen in Golden Glory. Of die had Golden Glory overgenomen. En Glory van gemaakt. It's Showtime. Die was daar nog een beetje los van. Dus toen ik erachter kwam dat Pierre degene was die Golden Glory had gekocht, heb ik ze in ieder geval met Pierre gesproken over It's Showtime. Nou, uiteindelijk heeft Pierre It's Showtime gesproken. Ja. Raymond is toen bij It's Showtime terechtgekomen. Die heeft mij weer bij Glory terechtgekomen. Die heeft mij weer bij Glory gehaald. En nu zijn we weer, dat was bijna 10 jaar geleden, denk ik. Ja, 2011 of 2,5 jaar. Ja. Raymond is weggegaan. Is ermee gestopt en toen ben ik doorgegaan. Ja. Ik weet dat toen, want ik werkte toen het uit voor Showtime, dat het dus al een schok was. Want Showtime en Glory waren altijd concurrenten. Ja. Dat waren twee verschillende bloedgroepen, zeg maar. Toen dat erbij samen gaan, ging in Glory. Kijk, Showtime zat toen een beetje in de K1 die werkte een beetje met K1 samen. En Golden Glory, die had ineens heel veel middelen. Weet je, die hadden altijd wel leuke evenementjes, maar niet bij verre weg wat het toen ineens werd. En iedereen vroeg zich af van, hoe komt dat, wie zit erachter? En terwijl ik een keer met een vriend van mij te eten in Thailand. Die is de manager van, of destijds was hij de manager van het resort dat Pierre daar heeft. En die vertelde toen. Dus toen heb ik Pierre gecontact, want ik had al contact met hem. En toen daarover gesproken. Ja, en toen is het snel gegaan. Now we are here. At the top. Vind je het leuk eigenlijk? Je werkt nu als matchmaker. Dat klinkt een beetje, maar je doet ook meer dan dat. Ja. Maar dat is het voornaamste van mensen van kennen. Vind je het leuk om die rol te hebben? Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Het is niet een werk wat je moet doen als je het niet leuk vindt, want er komt natuurlijk wel heel veel bij kijken. Het is niet zo dat ik op de computer zit en zeg van, nee, ik wil Pietje wel tegen Klaasje zien. Ja. Er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden en zoveel de ene issues naar de andere. Ze zijn wel, het is wel uitdagend, maar het is wel heel leuk. Nou ja, dat wou ik zeggen inderdaad. Dat lijkt mij ook hartstikke leuk om te doen. Maar tegelijkertijd, iedereen heeft altijd een mening over welke matchup je ook maakt. Ja. Er zijn altijd mensen die vinden dat je een andere had moeten neerzetten. Ja. En dat is moeilijk, want ik ben wel iemand, ik luister graag naar meningen van anderen. Mm-hmm. Dus ik kijk ook, zelfs op Mixfight kijk ik af en toe. Sherlock en of social media. Dus ik luister graag naar meningen van anderen. Maar dat maakt het ook wel moeilijk, want iedereen heeft een mening. En je kan het nooit goed maken. Dus nee.
Het is moeilijk om de balans te vinden tussen luisteren naar wat de fans willen zien, maar ook de balans houden dat je niet iedereen tevreden kan houden. Ja. Okay. Moeilijk, moeilijk hoor. Ja, ja. Grappig. Ja, ik kan me voorstellen dat het af en toe uitdagend is, maar af en toe ook wel ondankbaar kan zijn. Inderdaad, als heel veel mensen, nou ja, alle kickboxliefhebbers op je vingers meekijken wat je doet en iedereen daar dan een mening over heeft. Dat, ja, ja, kan ja zeker, maar het is zeker ondankbaar ook op sommige momenten. Maar als je dan naar een evenement gaat en de partij die jij neer hebt gezet en je ziet het publiek helemaal uit zijn dak gaan, weet je, dat compenseert enkele comments van bepaalde mensen, dat compenseert dan weer. Ja, en dan groei je weer een stukje. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Dan loop ik weer zweef ik weer een beetje naast mijn schoenen. Grappig, ik heb... En dan kijk je weer op internet en... en dan kun jij gewoon weer, ja. Ik heb trouwens nooit geappt daarover, over iets over een wedstrijd. Nee, als ik op beeld zeg, hey, geluid valt al, dingen, maar nooit over YouTube of die. Nee, nooit. Nee, ik denk dat moet je eens een keer doen. Nee, heb jij nooit willen een matchmaker eigenlijk? Als gezien jullie connectie en jouw rol, is dat eigenlijk ooit te sprake geweest? Of ik Gilbert wilde matchen? Er zijn niet genoeg sterke vechters hier. Nou ja, maar ik maak elke maandag met hem een podcast. Hè, en hij heeft regelmatig wel te zeggen van, nou, zet mij maar tegen die, zet mij maar tegen die. Ja. Ja, hij heeft het mij nooit gezegd. Hoe graag wil je dan? Als Barre graag zijn afscheidpartij wil vechten, dan vecht ik wel. Niemand wil er weer zien. Vechten wel trekken, maar ga ik even trainen. Dan pomp ik die spiertjes weer op. Ja, Robby, hier alsjeblieft. Ik zal het in gedachten houden, ja. Je moest precies één ronde vol te houden, dan is hij moe. Hey, over Badden gesproken, hè? Want hij na zijn laatste wedstrijd Ellison nam natuurlijk in de ring een soort van afscheid, maar wel een beetje op cryptische manier. Dus het had een soort van, en dat was een afscheid met een open einde een beetje. Ja. Afgelopen weekend had hij ineens een filmpje op zijn Instagram, wat ook wel een beetje cryptisch was, wat erop hintte dat hij misschien weer gaat terugkomen. Ja, als matchmaker, wat kan je daarover zeggen? Ja, ik persoonlijk had nooit echt het gevoel dat hij echt zou stoppen. En ik hoopte ook niet dat hij zou stoppen, want Badden is nog steeds een geweldige vechter. Weet je, ik ben ook hij is een van de personen waardoor je toch voor die sport bent gaan houden. Want het is natuurlijk ook een vechter die je heel graag ziet. Ik denk ook dat hij ook in elke partij nog steeds liet zien dat hij heel veel gevaren is. Dat hij nog een hele gevaarlijke jongen is. Dat hij veel vuur nog in zich heeft. En ik persoonlijk was ook nog niet echt klaar om afscheid te nemen van iemand als Badden. Dus ik hoopte en dacht dat nooit dat hij echt officieel afscheid zou nemen. En ja, we hebben dat filmpje gezien, dus de hoop is dat hij misschien nog wel een terugkomst wil maken. Ja. Ja. Nou ja, die hoop, jullie hebben toch wel contacten met hem? Je hebt zijn nummer toch wel? We zijn glorieus met hem in gesprek om te kijken wat hij wil, wat wij willen, wat we gaan doen en wat we kunnen doen. Ja, is dat naar aanleiding van het filmpje of was dat al langer zo? Het is al een tijdje zo, ja. Ja, oké. Okay, ja. Okay. Okay. Zijn er nog wedstrijden die je eigenlijk zou willen maken, maar die je gewoon niet kan maken door whatever reden? Genoeg. Ja, er zijn genoeg partijen die ik nog wil maken en of niet kan maken of op dit moment nog niet kan maken. Maar dat is... geblesseerd zijn of... Ja, blessure is niet beschikbaar, dat soort dingen. Ja. Ja. Als we het even over Badden hebben, hoe groot acht de kans dat hij dit jaar nog vecht bij Glory? Ik wil dat eerst met Badder. We moeten dat eerst met Badder kortsluiten voordat ik dat hier iets over kan zeggen. Maar ik ben wel positief. Je bent er wel positief. Ja. Oh, ik heb een goede vraag voor jou. Ja. Ja. Kom. Oh, ik heb een vraag die ons altijd wel een. Nou, niet. Alright. Over Rico. Hoe zag ik het beste zeggen? Ik ga het zo zeggen. Ik vind persoonlijk. Rico heeft heel veel respect van me gekregen door zijn vechten, door zijn. Hè, hij heeft toch eist. Hij laat zien dat hij hart heeft. Ja. Ik denk alleen niet dat Rico. Ik denk dat Rico zo goed is, omdat al die vechters vertegenwoordig allemaal van die slaphappen zijn. En dat Rico vroeger in de K1 niet had mee had kunnen draaien. En nogmaals, alle respect voor Rico, hè, want hij wint en hij doet het allemaal. En hij wint van al die gasten omdat ze allemaal slapper zijn en hij een goed hart heeft. Maar ik denk dat Rico toch niet het. Ik denk dat Rico eigenlijk meer een hele fitte atleet is. Ja. Het probleem is, die mening hebben veel mensen gehad totdat ze tegenover Rico stonden. Weet je, en dan er zijn heel veel mensen die denken, oh, het valt er mee, Rico is, die heeft gewoon geluk met de tegenstand die er is. Dan staan ze tegenover Rico en dan voel je pas hoe goed hij is en hoe sterk hij is. En je ziet hem ook nog steeds groeien. Ik vind het ook altijd moeilijk om tijden te vergelijken, want
Ik denk dat Rico nooit zo goed zou zijn geweest zonder mensen als die toen in de Kayen hebben gevochten. Net zoals de mensen die het na Rico gaan maken nooit zo goed zullen zijn door mensen die, zoals Rico nu. Weet je, dus ik denk dat het gewoon we hebben deze discussie heel vaak in de podcast en ik ben van mening. Ja, kijk, het is heel makkelijk op zich. Hij zou in de Kayen nooit goed gedaan, dat zullen we nooit weten. Want we kunnen hem nou eenmaal niet terug in de tijdmachine steken. Mm. Maar het feit is wel dat hij, vind ik, 10 jaar lang ongeslagen is. Of 10 jaar lang al kampioen is zelfs. En inderdaad wat jij zegt, iedereen die tegenover hem staat, weet je, die zegt van tevoren, nou, ik ga dit of dat op mijn Rico, totdat ze inderdaad tegenover hem staan en voelen hoe goed hij werkelijk is. Want wat je ervan ziet, doet niet altijd recht aan wat hij daadwerkelijk kan, vind ik. Ja, maar nogmaals, Rico heeft heel veel respect gekregen. Ja. Omdat hij wint gewoon, tegen Jamal ook, hij wint gewoon, omdat hij iets denkt van kut. Ja. Ik ga er gewoon voor. Hoe noem je dat? Buiten zijn bitje en... is neergaan, die gaat er gewoon voor. En terwijl Jamal, die slappe, die denkt van... dit lukt niet, ik ben moe, ik geef op. En tegen een Badr ook, dat die... Badr gewoon is een technisch betere vechter. Maar sorry man, die is gewoon nu een beetje slap aan het worden. Want Rico, die wint het dan op conditie en dan op taaiheid. Hij probeert echt die partij naar de stuur te trekken. Voordat jij weer gaat, dan staat hij gewoon getekend. Nee, maar kijk, ik heb in het begin ook gezegd, Rico. Maar hij is nu gewoon, ik vind wel... Maar nogmaals, ik blijf bij het standpunt dat Rico is een goede vechter, sterke vechter. Maar hij is, denk ik... Zo lang aan de top, omdat de rest van het veld, van de zwaargewichten, allemaal van die slappers zijn. Dat we niet meer echte mannen hebben. Ik denk dat Rieke toch behoorlijk wat namen achter zijn naam heeft. Winstpartijen van grote namen. En Gita en Saki en Badr en noem maar op. Ja. Heeft toch En ik kan zeggen wat je wil, er is niemand die heeft gepasseerd wat Rico heeft gepasseerd. Punt. Ja. Zo'n streak van wat ik zeg, 10 jaar lang kampioen zijn. Niet. Kijk naar Baden, die heeft toch 2 keer neergehaald in de partij. Kijk naar Jamal. Zijn hart is het ding. En kijk naar een jongen bijvoorbeeld als Plazibat, die de laatste 4 partijen op knockout heeft gewonnen. Mm-hmm. Ja, ik denk toch dat hij fit en scherp moet blijven. Maar ik vind het altijd moeilijk om die vergelijking te maken. Want ik vraag me af of het niveau, ik denk niet dat het niveau vroeger beter was dan nu. Wat misschien wel zo was, vooral in het zwaargewichtdivisie, dat er een groot aantal mensen waren die dicht, waarvan het niveau dichter bij elkaar was. Ik denk dat ze vroeger stuk betere vechters waren, nu knokkers, atleten. En dat ze dus nu, dus een Rico nu gewoon een betere atleet is. Ja, het is moeilijk. Maar het is ook, kijk... Het is ook moeilijk te vergelijken, want vroeger was dan die K1, hè, wat hebben we het over de K1-tijd, het was 1 keer per jaar het grote toernooi, dus dan had je natuurlijk wel die laatste 16 en zo. Ja. Maar het ging om dat eindejaarstoernooi in december, waar ze met 8 maanden vochten om die kroon. Mm. En nu, weet je, zijn de belangen veel groter, gaat niet meer om die ene wedstrijd per jaar, weet je, zijn doorlopend, je hebt met rankings te maken zo. De sport is ook echt geprofessioneerd. Ja, de sport is geprofessioneerd, de belangen zijn anders, de commerciële belangen zijn groter eigenlijk, de media-aandacht is groter, er spelen zoveel meer facetten mee, denk ik, dat ook niet helemaal eerlijke vergelijking is. Doet er niet aan af dat natuurlijk wel een extreem talentvolle gouden lichting was. Hè. Dat heb je natuurlijk vaak in golfbeweging, dat er ineens zo'n groep is met allemaal gasten die elkaar ook beter maken. Ja. Maar dat kan je Rico niet verwijten, dat hij daar toen nog niet bij was natuurlijk. Ik denk toch dat Rico zijn handen, hoe noem je dat? Dat hij zijn handen vol gaat krijgen. Hoor. En Plaatsjebad. En niet alleen Plaatsjebad, maar ook de lichting wat eronder gaat komen. Ik ben best wel positief over, we hebben aardig wat nieuwe jongens getekend. En ik denk als we gewoon lekker genoeg partijen krijgen, wat we nu weer de mogelijkheid hebben doordat corona er niet meer is, dat het niveau weer heel snel omhoog gaat. Ja. Nou ja, maar daarom is dat zeggen we altijd. Je moet een platform hebben. Je moet vechters die opkomen, die trainen in de gym, die zoals jij en ik destijds begonnen met cabine, et cetera. Die ergens naartoe willen, die moeten een podium hebben om naar uit te kijken. Ja, weet je? En daarom is het belangrijk dat Glory er nog is en andere organisaties gewoon weer hun ding kunnen doen. Want corona was wat dat betreft ook voor jou denk ik best wel een kut tijd. Ja, vooral het is ook een tijd dat je net begint in die functie. Ja. Weet je, dus mijn eerste taak die ik moest doen was iedereen teleurstellen. Je hebt zoveel vechten zonder contract en dan heb je ineens een corona en die kan niet vechten. Dus je moet steeds hele moeilijke keuzes maken. Ja. En het is echt vooral moeilijk omdat je een keuze moet maken, omdat er is geen, hoe noem je dat, een goede beslissing of een foute beslissing. En het is gewoon echt
soms moet je maar echt gewoon Pietje of Klaasje. En dan moet je maar een beslissing maken. En dan moet je Klaasje, als je Pietje hebt gekozen, moet je Klaasje uitleggen waarom je uiteindelijk toch voor Klaasje hebt gekozen. Ja. Even doorbedoelen wat hij net vroeg. Ik ben benieuwd, als jij nou als matchmaker en los van organisaties, contracten en maakt niet uit, jouw droom matchup, als jij als matchmaker, nou, die wedstrijd zou ik echt zo graag een keer willen matchmaken. Als je van andere vechters ook bijvoorbeeld. Ik moet eerlijk zeggen, en het klinkt misschien afgezaagd, maar ik ben heel blij met de jongens die we nu hebben. Dus ik denk, dus mijn droomscenario zit echt voornamelijk in jongens die bij Glory nu zitten. Natuurlijk, ik heb het laatst ook al genoemd, Francis tegen Enrico bijvoorbeeld. Ja, dat zou natuurlijk top zijn, maar of dat nou wel of niet de mogelijkheid is, ik denk dat er nog genoeg mogelijkheden binnen Glory zijn. Want het zijn toch de jongens die zijn getekend omdat we ze echt willen hebben. Ja. En ik zou niet zo 1, 2, 3 iemand vinden die ik graag zou willen hebben en niet bij ons zitten. Nee, ik vind het wel heel leuk, want toen inderdaad Francis gereleased werd bij de UFC, waren wij, dus je luistert naar ons, dat doet me goed. Wij waren de eerste die dat opende. Ja. Maar even serieus, maar het is natuurlijk logisch dat je dat zou willen, maar hoe reëel is het dat Glory hem kan tekenen? We hebben hem gesproken, of zijn management gesproken. Ja. Er is interesse van hun kant, er is interesse van onze kant. We hadden een financiële overeenkomst ook. Alleen toen kwamen ze erachter dat ik het had over Thai Sabbat in plaats van dollars. we zijn in principe nog in gesprek. We zijn ver uit elkaar nog. Ja. Het is niet onmogelijk, maar het is ook niet echt dat ik denk van dit gaat lukken. Nee, en niet, waar zou je dat houden? En dan Parijs. Ja. Voor Rico tegen Francis, toch? Parijs zou ik doen. Ja, bijvoorbeeld. Parijs? Kijken. Wat zou jij doen dan? Hier? Tuurlijk in Amsterdam. Ja. Waar heb jij het over? Ja, maar hij wil gewoon niet naar Parijs doen. Ja. Nee, maar kom op. Waar zijn alle grote galas hier in Nederland? Ja, maar daarom, misschien is het tijd om ook een keer een groot gala ergens anders buiten Nederland. Zou al die gasten hierheen trekken? Ja, of al die Nederlanders daarheen trekken. Ja. Nederland is natuurlijk een hele mooi land. Rico is natuurlijk een Nederlandse superster, maar Ngannou is een mondiale superster. En met Parijs is natuurlijk zijn thuisbasis. Ja, okay. Ja. En hoe denk je dat die partij zou gaan? Daar denk ik gelukkig nooit over na. Maar dat hoef je niet te oké, duidelijk. De taak is Pietje tegen Klaasje, enter en klaar. Ik denk dat Rico die gewoon drie low kicks geeft, gewoon 3-4 low kicks en de partij zal verlopen. Ja. Ja, die sloot ze hebben met elkaar gespart, dus ik denk dat Rico klopt. Wel een beter idee heeft dan ik en Francis ook. Oh, dat is wel eigenlijk wel grappig goed dat je dit zo zegt. Dus jij zou nooit openlijk vertellen wie je hoopt dat wint. Nee, maar ik probeer ook los van het openlijk vertellen, ik probeer het zelf ook niet echt bij na te denken. Dus gewoon, ik wil gewoon partijen waarvan ik denk, wat het publiek graag wil zien, wat ook zin maakt volgens de ranking. Dat snap ik. Maar dan los daarvan, als je dat allemaal hebt gedaan en je gaat zitten en je denkt, oké, dat is een goede partij. Ja. En wat denk je dan, even los van wat je hebt gepland, dat je gaat zitten en denkt, ik denk dat die gaat winnen, of ik denk die, of ik hoop dat die gaat winnen. Heb je niet een... Misschien onbewust wel. Ik denk dat het onmogelijk is om onbewust iedereen is een beetje subjectief natuurlijk. Precies. Ja. En daarom, ik zou ook een verschrikkelijke scheidsrechter zijn, of jurylid zijn. Ik zou echt meteen ontslagen worden. Ja, oké, grappig. Even terug naar afgelopen zaterdag. We hebben net Glory 83 gehad in Duitsland. Een paar mooie partijen gehad. Eindigde wel een klein beetje in een anticlimax met Maslobiev en Abena. Met de medische interventie, scheur in zijn scheen. Veel kritiek, mensen online zeggen van hoe kan je dat stoppen? En uiteindelijk Maslobiev die daar in de ring al aan het schuimbekken was, letterlijk. En nu weten we inmiddels een paar dagen later dat hij ook officieel protest heeft aangetekend. Kun je kort vertellen hoe jij of hoe Glory daarin staat? Ja, ik denk dat sowieso, het is altijd jammer als een partij wordt gestopt door een dokter stoppage. Vooral als het ging best wel geleidelijk op. Mm-hmm. Zeker, dat is een mooi pot. Kijk, op papier stond volgens mij Abena stond voor, maar het is altijd moeilijk om om als een partij zo. Jij hebt een mening? Nee, ik heb geen. Ik probeerde. Ik dacht dat het andersom was, maar dat ik heb niet papieren gezien. Ik heb papier niet gezien. Ja. Dus, op papier in ieder geval stond dat de ding hier voor stond. Ik, zoals ik al zeg, ik heb daar geen mening over.
Maar mediteer jij ook? Je ook zo woest. Ik moet even tussendoor zeggen, ja. Echt, ik vind jou helemaal geweldig in deze rol van dat is wel wennen naar fight ook tijd. Ik ken hem al heel lang en met een pasje echt heel goed. En dat ik doe het heel goed. Ik vind het heel leuk. Nee, maar het is. Maar wat ik wel vind dat mensen moeten weten, is dat je hebt een organisatie, dus wij zijn de promotor. Dan huren wij een extern bedrijf aan die de sanctioning doet, dus de federatie. Die is verantwoordelijk voor de juryleden. Mm-hmm. En de reden dat we iemand ervoor inhuren is, want wij kunnen als organisatie natuurlijk niet zelf om belangenverstrengeling te voorkomen gaan bepalen hoe een partij wordt gejureerd. Mm-hmm. Daarnaast heb je ook nog een dokter die wij inhuren, want wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid voor vechters. En om die te garanderen, moeten we een specialist inhuren die daarvoor gestudeerd heeft en ook gelicenseerd is om de juiste beslissingen te maken. Ja. Ja, in Duitsland hebben we natuurlijk een dokter nodig die in Duitsland gelicenseerd is. En die heeft de beslissing gemaakt, die heeft de scheenbeen gezien, die zegt er was een. Hij zag het bot vanaf die dingen. En die heeft toen de beslissing gemaakt om de partij te stoppen. Nou, persoonlijk gezien vond ik het snel, want ik zit zo lang in de sport en ik heb wel ergere dingen gezien en dus doorgaan. Zoals bijvoorbeeld Tarek tegen Maslobojev. Was ook zo'n soortgelijk iets. Of tenminste, leek soortgelijk. Die partij ging gewoon door. Maar om voor mij nou, om daar een mening over te hebben, het was te kort. Zonder dat ik weet wat de gezondheidsconsequenties van vechten kunnen zijn. Ja, wij kunnen niet anders dan gewoon het vertrouwen hebben in die persoon die daarvoor heeft gestudeerd. Ik denk dat er geen enkele dokter te vinden is die gaat zeggen van, ja, het is gezond om met zo'n snee door te vechten. Maar of misschien een andere dokter het wel zou laten doen, dat is natuurlijk een tweede verhaal. Want je zou kunnen zeggen, ja, oké, hij heeft daar zelf de beslissing over. En dan gebruikt hij dat been niet meer om te trappen. Ja. En dan kan hij alsnog de wedstrijd misschien uitvechten. En zijn titel verdedigen, want het is ook heel zuur voor hem om op deze manier zijn titel kwijt te raken. Het was nog één ronde, langer dan een ronde. Ik persoonlijk zou het door laten gaan. Helaas heeft de dokter besloten om het niet te doen. Wij kunnen nooit een dokter. Sowieso kunnen wij nooit een beslissing van een jurylid of een scheidsrechter of een dokter overroelen. Want dat is hun verantwoordelijkheid. Er worden hun voor betaald om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. En het enige wat wij kunnen doen is misschien kijken of we een rematch kunnen doen. Want een titelpartij die eindigt op zo'n manier is natuurlijk altijd jammer. Ja, ik denk dat wel goed is om even te benoemen. Want wij krijgen in de podcast er ook regelmatig vragen van kijkers of van luisteraars. Die zeggen die heeft gewonnen. Want Glory of the UFC, die wilde dat hij won. Want hij is beter, marketable, wat dan ook. Nee, maar dat is een misconceptie die vaak bestaat. Dat de bond of de juryleden of de scheidsrechter één wordt gezien met de organisatie. Maar dat zijn gewoon objectieve instanties eigenlijk. Zou een scheidsrechter zou eigenlijk wel in dienst kunnen zijn van een Glory of van een UFC of whatever. Want dan heb je dus die al vaker wonden en dingen mee heeft gemaakt en die ervaring heeft van als het zover is. Ja. Maar het probleem is als wij direct een scheidsrechter zo inhuren, dan is hij dus de dokter. Ja, die valt in principe onder de bond. Dus de dokter wordt in principe meer ingehuurd door de bond. Maar dat zou inderdaad wel kunnen. Maar het is altijd lastig als. Kijk, stel wij zouden een scheidsrechter of een juur direct inhuren. Dat betekent ze zijn financieel afhankelijk dan van ons. Dus toch, een dokter of een kutman. UFC loopt altijd met dezelfde kutmens rond. En denk een dokter die dan. Een kutman die ziet ook van. Ja, en de dokter die ziet ook van, dit heb ik vaker meegemaakt. Ja. Misschien was dit een dokter die alleen nog maar kinderen kickboxen dat is nu de discussie. Ik denk dat er geen enkele dokter gaat zeggen van, het is gezond om door te gaan met zo'n snee in je scheenbeen. Maar ik heb erger gezien. Kijk, Rico tegen Jamal. Daar liet ze door zijn. Ja. Tarek Kababes tegen Maslobojev. Zelf is gewoon een soort snee. Dus het blijft altijd wel, ondanks dat de dokter natuurlijk zelfstandig en objectief is, blijft het altijd subjectief. Ja. Want de ene dokter beoordeelt hetzelfde anders dan de andere. En misschien moeten we inderdaad kijken of we de eenzelfde dokter ten alle tijden hebben. Alleen, als we naar Duitsland gaan, moeten we natuurlijk een dokter hebben die een licentie heeft in Duitsland. En dan kunnen we niet de dokter van Nederland meenemen. Want we zitten natuurlijk ook weer gebonden aan regels en wetten en dat soort dingen. Ja, afgezien van het feit dat jullie natuurlijk daar geen invloed op hebben, begrijp je wel dat Maslobojev zo emotioneel is. Laat ik het zo maar even noemen. Tuurlijk begrijpen we dat. En dat is ook de reden dat we altijd willen meedenken. Ja. En, kijk, het maakt het ook altijd zo lastig, die uitslag. Want zoals ik
zeg, ik hou ervan om feedback te lezen. En als mensen niet eens zijn met de beslissingen, dat is altijd moeilijk. Maar ja, die beslissing ligt echt bij de jury, niet bij ons. Ja. Kijk, het grootste belang voor onze organisatie is gewoon dat mensen weten dat ze op ons kunnen bouwen en dat wij altijd de regels volgen. Dat kunnen wij doen, maar we hebben totaal geen invloed op een uitslag of wat dan ook. Nee, ik vind ook, Abena is dat betreft ook de terechte kampioen, hè? Want mensen spreken over robberies, over absoluut bullshit. Hij heeft gewoon gewonnen, want zo zijn de regels. Punt. Dat is volgens de regels heeft hij gewonnen. Ja. En wij kunnen niet die regels gaan veranderen. Dus het enige wat we eventueel zouden kunnen doen, is een immediate rematch. Ja. Misschien. Dus moeten we kijken naar de mogelijkheden. Maar dat zou ik persoonlijk wel... Ja, dat zou het meest logische zijn. Ja, dat denk ik ook. Wat vond je van de rest van het evenement? Ja, goed. Ik was erg tevreden. Ik was echt weer een paar leuke talenten die we hebben gezien. Waar ik hoge verwachtingen van had en het ook hebben waargemaakt. Die Nabil Kasheb vond ik geweldig. Peposhi tegen Sheikh Moussa. Ja, groot talent. Ik vind hem geweldig, ja. Maar ook leuk publiek. Gewoon, we hadden het begin erover. Dat is echt het bewijs dat je in ieder geval een goed werk hebt geleverd als je het publiek zo uit zijn dak gaat. Ja. En dat is wat we eigenlijk elke partij willen, of elk evenement willen bewerkstelligen. Hoe heet die? Serkan Oskalayan, die natuurlijk een hele mooie partij liet zien. Ja. Donovan Wissen tegen Almeida. Ik was een beetje teleurgesteld hoe die partij liep. Ja. Ik vond het ook erg jammer dat Almeida niet op gewicht was. Ja, dat is ook wel een flater. Twee maanden wel, van tevoren weet je dat je moet vechten. En dan mis je het gewicht met een kilo. Ja, onprofessioneel. Ja, dus dat vind ik heel jammer. Ja, ja. Dat eventjes daarbij gezegd, hè, want dan gebeurt dat, hij mist gewicht. Dan is het geen titelgevecht, geen 5 ronden, maar 3 ronden. En wij krijgen er ook wat vragen over van, waarom kan Wissen dan niet alsnog zijn titel verdedigen? Ik probeer uit te leggen. Ja. En corrigeer me als het fout is, maar het is alleen een titelpartij. Hij heeft de titel al, dus niemand kan de titel winnen. Ja, als je niet op gewicht bent, dan hoe kan je voor een titel vechten als je het gewicht waar die titel voor staat niet haalt? Nee. Als Wissen gewicht had gemist, dan had Almeida wel de titel kunnen winnen, maar was Wissen zijn titel kwijt geweest, toch? Ja, precies. Dat is ook een vraag. Ja. Oké. Dat is lastig. En wat ook jammer was trouwens aan dat evenement, en ook weer te spreken over die invloed van de dokter, Jolten Dutewag, is een Braziliaanse jongen, die miste gewicht op 200 gram na, dus die moest gaan afvallen. Die is weer gaan afvallen, mist het weer. En normaal kan je dan kijken of er mogelijkheid is voor een catchweight, maar die zag er zo belabberd uit, kon niet meer recht staan, kon niet meer dingen. En toen heeft de dokter, die heeft ook weer de beslissing genomen om die partij te schrappen. Ja, en dat is ook weer iets, dat wij kunnen niet die beslissing. Voor ons is natuurlijk jammer dat wij een partij moeten missen, maar wij gaan nooit tegen het advies in van de dokter. Dus wij hebben dat uiteraard, we hadden uiteraard geen keuze, maar ook met volle overtuiging hebben we dat meteen geaccepteerd. Want veiligheid gaat voor alles. Dus die hebben die partij moeten schrappen. Ja, dat vond ik wel echt jammer, want die vorige partij tegen Mark Drijsburg, die kou ook echt fenomenaal. Ja. Dus ik had me wel een beetje verheugd om meer van hem te zien. Het is apart, gozer, want als je hem zo ziet, is ook een gozer dat je weet niet, je weet pas hoe goed hij is als je tegenover hem staat. Want hij staat met zijn handen laag, hij maakt een beetje orthodoxe stijl. Ja, ik vind het ook mooi, want hij komt uit BJJ, het is een MMA-vechter eigenlijk. Ja. En dat hij dan gewoon een andere wereld in komt, kickboksen. Dat je goed MMA kan kickboksen, dus anders dan het ook echt doen natuurlijk in een kickboksring. Ja. En dat hij daar kwam, dat hij gewoon... Wie was dat? We zijn Braziliaans, bij het vorige Glory-evenement sloeg hij ook die jongetje in de touw sloeg. Ja, die zou staan dus om te slapen. Helaas niet. Ja. Oh, jammer. Ik vind hem goed, man. Ja, ik vind hem ook goed. Ja, en hij vroeg nog, kunnen jullie alsjeblieft een kans geven? En ik zeg, echt, niks aan te doen. De dokter beslist. Gezondheid gaat boven alles. Ja. Eventjes over Wissen en ook over Serkan Özcalian, moet ik zeggen, officieel. Hij heeft me een paar keer daarop gecorrigeerd. Özcalian. Oh jeez, dat heb ik ook altijd verkeerd. Ja, ik heb het de eerste 8 keer fout gedaan, maar nu zit het er wel in. Bij Mike's? Hè? Die nu bij Mike zit. Ja. Ja, we noemen hem gewoon Serkan. Özcalian. Hij en Wissen draaien natuurlijk al een tijdje om elkaar heen. Dus daar is een mooie rivaliteit aan het opbouwen, vind ik heel mooi. Serkan verloor natuurlijk van Almeida, waarom Almeida nu de tijdshot kreeg en niet Serkan. We hadden Wissen vorige week, hadden we hem op de bank bij Vechtersbaas en hij zei, als ik nu win en hij wint ook, dan wil ik gewoon tegen hem vechten. Dan moeten we het even eens en voor altijd onder het tapijt schuiven. Ja. Serkan vroeg ook weer om Wissen. Ja. Dus 1-2 matchmaker, wat gaan we doen? Ja, ik,
Het is niet zo dat die partij plaats gaat vinden omdat zij het willen. Maar ik denk dat iedereen het ermee eens is dat er geen andere partij te maken is op dit moment dan die partij. Ja. In dat gewicht. Ja, maar het is ook een partij met een verhaal, toch? Ja, absoluut, absoluut. En het is een partij tussen twee jongens waarvan ik echt benieuwd ben wie met de winst naar huis gaat. Ja. Ja, oké. Okay. Jullie hebben het eerst gehoord bij Vechtersbazen. Die partij is hier aan tafel gemaakt. Nee, maar zonder dolle. Dat was het 2 dagen geleden hadden we al bekendgemaakt, Dennis. Nee, dat is niet waar. We hebben zelfs al een ster aan gehad. Zo zelfverzekerd je nu bent. Ben je het ook bij de vrouw? Nee, daar heb ik niks te vertellen. Nee, dus dat is het. Ja, dus dat is het. Eindelijk kan ik hier een beetje. Ja. Nee, wat ik mooi vond, want Wisse en Serkan, verbaal maken ze elkaar natuurlijk op social media al een tijdje het leven zuur. Maar dat Wisse hier vertelde dat hij eigenlijk nooit in contact was geweest met Serkan face-to-face. Toen dacht ik, afgelopen week hebben ze natuurlijk een paar dagen rond elkaar heen gedraaid. Ja. Heb jij gezien toevallig dat daar interactie is geweest? Nou, we hebben die ster dan gehad. Ja. Die was heel erg intensief. Ja? Ja. Ja, die heb ik nog niet gezien, maar die was wel... Ik denk als die partij gaat plaatsvinden en we hebben die ster dan, dat ik wel mijn oude kleding ga aandoen. Bloedspatters, ja. Ja, maar ik heb jou heel vaak bij zo'n ster als hier staan. En dan denk ik, oh Robbie, doe dan rustig voorzichtig. Ja, maar ik ben toch Nederlands kampioen yo-yo. Ja, ik kan nog ook een beetje judo. Hè. Ik kan nog een judo choppen. Heb je wel eens inderdaad, van, als ze dan bij de weging en de ster dan, dan zei jij ertussen om het een beetje in goede banen te laten verlopen. Heb je wel zo'n ster dan gehad dat je dacht van, oh shit, wat moet ik doen als dit uit de hand loopt? Nee, niet echt. Misschien zou ik dat wel moeten doen, maar ik heb er nooit echt bij nagedacht. Nee. Ik vind het altijd leuk om je voelt die energie. Als je het op tv kijkt, dan zie je het. De spanning. Ja. Maar als je daarnaast en je voelt ze ademhalen, hoe ze ademhalen. En ja, ik vind het wel altijd indrukwekkend. Ja. En ik denk, zie je het ook van tevoren als ze gaan duwen. Ik zie het dan. Oh, die gaan duwen. Ja. Ja. Nee, maar je vindt wel die ademhaling, dus dan ben je wel een beetje scherp. En natuurlijk hebben we altijd beveiliging erbij. Ja. Dus, ik weet nog, dus één week, wat was Glory? Ik weet niet welke Glory was. Glory 39 was in Brussel. Toen gingen Doumbé en Johan Kongolo moest ook tegen elkaar vechten. En toen was Cor Hemmers was toen nog de matchmaker. En John Franklin was de CEO toen. Maar John Franklin is echt zo'n mannetje. En die deden toen om en om de stare-downs. Ze deden om en om deden ze aan de stare-down. En maar tussen Kongolo en Doumbé was toen al heel veel animositeit de hele week. Dat echt al, was behoorlijk heated. En toen was bij hun stare-down was de beurt aan John Franklin. De cycle tegen Cor van... Dit is niet verstandig, dit gaat niet goed. En allebei komen best wel van een straatachtergrond. Dus een hele entourage was best wel heftig, zeg maar. En dat liep ook helemaal te klauwen. John Franklin stond ertussen en dat ging niet goed, zeg maar. Doen bij Myrtle toen. Het leek ook bijna even uit de hand te lopen. Dat ging gelukkig goed. Over Doen mee gesproken, wat is zijn verhaal? Hoe zit het met hem? Staat hij nog onder contract bij Glory? Of? Hij staat niet onder contract bij Glory, maar... Er zijn wel nog wat dingetjes die opgelost moeten worden. Oké, juridische dingetjes of contact. Ja, dingetjes. Goed. Ja, oké. Want hij wil. Het verhaal was dat hij vorig jaar al bij UFC zou vechten in Parijs. Mm. Ging toen niet door omdat de bond er geen toestemming van gaf of iets dergelijks. Ik wil een raar verhaal. Maar sindsdien is het eigenlijk best wel stil om hem. Ja, ik vind het ook jammer. Hij had aardig nog wat partijtjes gedraaid kunnen hebben. En flink wat geld kunnen verdienen. Maar hij heeft van andere keuze gekozen. Oké, ik hoop sowieso als vechtsportliefhebber dat we hem weer zien vechten, want ik vind het zonde dat hij nu in de prime van zijn carrière eigenlijk stil zit. Maar hij gaat niet meer voor Glory vechten sowieso? Zeg nooit. Nee. Dat hij stilstaat ligt in ieder geval niet in ons. Oké. Ik heb nog een vraag. Ja, kom. Ik wil dat het zee mag. Ik had hem niet moeten uitnodigen. Stomme fout. Dat komt niet uit, maar kom gewoon. Mensen vragen mij altijd, en ik, ze is niet de juiste, oké. De mensen vragen mij altijd, wat verdienen vechters? Nou, voor de UFC, dat kun je gewoon online zoeken. Ja. Sorry. Maar ze vragen altijd mij, ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat ze verdienen. Maar kun je daar een... Ik weet ook niet wat jij verdient. Nee, maar ik verdien ook helemaal niks. Nee, ik kan er niks over zeggen. Het is natuurlijk persoonlijke gegevens. Het is aan de vechter of ze... Nee, die mag het zelf ook niet bekendmaken. Nee, helaas. En dan nou is juist mijn vraag. Dus bij de UFC, als je dan er binnenkomt, krijg je meestal een contract van 30 per partij. Is het hier ook een beetje een basis bedrag dat ze krijgen? Ja, je hebt een instap en dat hangt ook van de vechter af. Kijk, iedereen wordt... persoon op persoon wordt gekeken. En je hebt een normaal instapbedrag en dan kan je daarin groeien.
En dat hangt er vanaf hoe je presteert in de ring, hoe je presteert buiten de ring. En hoe beter je doet, hoe beter je groeit. Wat is het hoogste bedrag dat Glory zich betaald heeft aan een vechter? Ik heb geen naam te zeggen. Ik zit al heel lang in het kickboksen en Glory betaalt echt goed. Het zijn echt bedragen dat je denkt van... in die tijd, in die fight ook tijd, daar schrik je niet van, hoor. Dat is mooi. Als Robbie ooit stopt bij Glory, dan gaat hij de politiek in. Dan kan hij goed gewoon een antwoord geven zonder antwoord te geven. Ik krijg die opmerking vaak dat mensen zeggen dat ik te politiek correct ben. Maar het zijn gewoon antwoorden waar ik geen antwoord op kan geven. Ja, dus maar ik vraag het gewoon. En nogmaals, je weet, ik vraag het nu. Je hoeft het ook niet te appen, dan ga ik je ook niet geven. Maar dat doe ik ook niet. Dat heb ik nooit gedaan. Ik vraag het nu. Ik denk gewoon vraag wat mensen graag willen weten. Ik vraag het gewoon. Nee, maar zonder dollen. Zit je te dollen, weet je. Maar nog eventjes de pink elephant in the room. Hè. Afgelopen week werd dan bekend, volgens mij via de Telegraaf, dat Jamal geschorst is voor 15 maanden. Klopt, is dat 15 maanden inderdaad? Ja, het heeft in de Telegraaf. Ja. Ik weet niet of alles al... Nee, laat me niks zeggen. Nee, nou maar. Dat weet ik niet. Nee. Maar kijk, ook dat weer zoiets. De dopingverhalen zijn... je hebt een wetgeving ook met... dat persoonlijke gegevens, dat je dat gewoon niet... en vooral die medische gegevens mag je gewoon niet openbaar maken. En dat is de reden dat we daar geen antwoord op kunnen geven. En niet om politiek correct te zijn. Dat begrijp ik. Ik heb daar wel een vraag. Ik weet dat ik er daar niks over kan zeggen. Maar goed, het is wel een beetje raar hoe dat met Jamal is gegaan. Want... allegedly, hè, dus naar verluid zou hij dus na zijn partij tegen Benny een positief plasje hebben ingeleverd, is het verhaal. Was al in augustus of zo, in ieder geval zomer vorig jaar. En dat wordt dan niet naar buiten gebracht. En het komt dan via op een gegeven moment online gerucht. En de Telegraaf maakte dan een verhaal van, komt het dan in. En dan gaat Glory daar op het nieuws reageren. En ik vraag me af, vanuit Glory had dat niet beter gemanaged kunnen worden? Want dat is dan iets wat al langer intern bekend is. Dat je voor het nieuws uitloopt in plaats van erachteraan. Het is niet zo dat je plast... stel, de vechter test positief op een evenement. Het is niet zo dat die positief test en is meteen bekend. Nee. Er moet een B-staal aangevraagd worden. Dan heeft hij nog het recht om zichzelf te verdedigen. Dus er gaat, soms komen de advocaten aan tekort. Dus het is wel een proces dat een lange tijd duurt. Dus het is niet zo meteen na het plassen dat wij een beslissing hebben. Nee. Dus uiteindelijk wordt die beslissing genomen. En als iemand, stel iemand test positief, of stel dat iemand doet iets wat de regels schendt, de uitslag van een partij moet dan natuurlijk teruggedraaid worden. En als dat pakken mensen op en dan komt die verhaal uit. Ja. Ja. Ik heb zo het gevoel van, kijk, nu ontstaat het beeld, als het via de Telegraaf, of in dit geval, maar via de media, dan in het nieuws komt, dan is het net alsof Glory probeert het onder het tapijt te schuiven. Ik denk terwijl als je het zelf op een bepaalde manier managed, dan... Ja, maar daar ben ik het ook wel mee eens, hoor. Misschien moeten we echt een manier vinden waardoor we binnen de regels van de wet een goede manier kunnen vinden om dat in ieder geval naar buiten te brengen, zover we kunnen. Want wij zijn natuurlijk ook, het liefst hebben we natuurlijk volle transparantie. Maar helaas zitten we niet in de wereld waar we dat altijd kunnen geven. We moeten rekening houden met wetten, we moeten rekening houden met privacy. Okay. Zouden we niet gewoon allemaal lekker toe moeten laten dat ze doping en whatever gebruiken? Ik zeg niet dat het moet, hè? Dat is gewoon de vraag. Hè? Dat scheelt een heleboel. Natuurlijk moet je schone sporten, maar als je professioneel... professionele organisatie wil zijn, als je een professionele atleet moet zijn, moet het gewoon eerlijk zijn voor iedereen. Ja, dat in elke sport het wordt gebruikt. Maar in onze sport, kijk, dat is een discussie, hoor je vaak met wielrennen bijvoorbeeld, hè, dat iedereen EPO gebruikt, van maak het dan maar gewoon legaal, dan iedereen gebruikt toch, dan laat het dan maar gewoon openbaar doen. Maar ik vind ergens een berg over fietsen, vind ik wat anders dan een gast van 140 kilo die op vol vermogen iemand op zijn bek slaat en door doping nog sterker wordt. Ja. Want dan wordt het op een gegeven moment gevaarlijk voor de gezondheid van anderen. Dus en dat is precies het... kijk, sowieso in sport hoort het niet, maar sowieso niet in een combat sport als een vechtsport. Nee. Hoe is het met Alistair? Hoe is zijn status? Moet je aan Alistair vragen. Ja. Zoals ik zeg, mocht er iets zijn, dan kan ik er niks over zeggen. Oké. Okay. En buiten dat, je hebt een goed bevriend met Alistair. Hoe is het met Alistair? Met Alice persoonlijk is het goed. Ja. Ja. Wanneer gaan we hem zien vechten? Dat moeten we nog even bekijken. Oké. Okay. Ja. Okay. Blijf we daar. Mag je even mening geven? Hoe vond jij zijn gevecht tegen Banner? Dat was
buiten dat hij het goed deed, hij deed heel slim, ja. Hè, om onder druk te zetten, was het technisch. Het was niet de meest technische kickboxpartijen, maar als ik vechter zou zijn, als je technische partij tegen Bader gaat doen, dat is wel, ja, hij deed precies wat hij moest doen. Hè? Ja. Ja. Ik heb in die wedstrijd zo vaak gedacht, hij gaat een takedown doen. Hoe die zo een beetje laag zo in kwam lopen. Ja. Dacht, die gaat gewoon voor de double leg. Hij heeft het slim gedaan. Ja. Het slim gedaan, die partij. Hey, 83 staat in de boeken. Over een paar weken hebben we 84 alweer te staan. Met een superfight tussen Tijani en Pets. Ja. Dat is echt de partij waar ik heel erg naar uitkijk. Ja, daar kijk ik ook uit naar uit. Ja. 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 We hadden het al over gehad in onze show, uitzending. Over dat we die wil. Wat is next voor het, hè? Dat hij dat zou moeten gaan doen. Oh, dit heb ik ook. Die partij is ook door jullie. Allemaal gebeurt allemaal hier. Dat weet ik toch. Ja. Dan ik een bank kwijt, joh. Nee. We sturen gewoon een factuurtje af en toe. Nee, maar ik vind het compenseren met de factuur voor deze. Nou, wat de afgelopen weekend hadden we natuurlijk in de UFC. Hadden Volkanovski tegen Makhachev. Weet je, ook super fight. Weet je, dat de kampioen van de divisie omhoog gaat. Eigenlijk dezelfde twee divisies als wat dat nu gebeurt. Ja. Maar eigenlijk bij Glory hebben we dat. Ja, we hebben toen Pereira gehad die naar Fakitov toe ging eigenlijk. Maar eigenlijk verder niet zo vaak gezien. Ik had er altijd wel van. Ja, ik ook. En sowieso ook Tijani, die is echt sprongen vooruit gegaan de laatste tijd. Die gaat echt als een trein. Ongelooflijk talent. Patch is altijd, en Thijs, die zijn hele economische vechter. Die doet altijd genoeg wat nodig is. Ja. Weet je, die past zich altijd heel erg aan als een tegenstander. Heeft hij een tegenstander die is beneden zijn niveau, dan gaat hij ook naar beneden. Heeft die tegenstander die wat hoger zit, dan gaat hij ook weer omhoog. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we echt een patch gaan zien die in de beste vorm is. Omdat net op de Tijani is een goede vechter is. Ja, en ik ben heel benieuwd. Want patch is natuurlijk vaak kleiner gedrongen. En Tijani is al, zeker voor lightweight, is hij super, super lang. Is hij 1,92 of zo? Zoiets, is die is echt lang. Ja, die is echt lang. Echt lang, ja. Ja, dus het wordt ook een geval van, komt hij in die kicking range? En, zijn dat een soort partijen? Ja, ik weet niet in welke divisie zit dat nu nog meer een verspraken zou zijn, maar die je meer zou willen maken, dat het super fights, gewoon champ tegen champ. Ik hou sowieso wel van die switch in gewichtsklasses. Ja. Tarek Kabab is nu die nu naar light heavyweight gaat. Ja. Want die maakt het iedereen in die heavyweight al moeilijk. Slaat ontzettend hard. En kun je nagaan wat hij gaat doen in het light heavyweight. Ja. Noordemaijen die nu zijn debuut gaat maken in light heavyweight. Ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, ik ook geweldig. Wie was die gast nou? We kregen laatst een vraag in de podcast over die zwaargewicht van One. Kriklia. Of die naar, ik weet niet wie het is hoor, maar of die naar de Glory zou komen. Weet je wie het is? Ja, ik weet wie het is. Is dat, is dat ook? Ja, hij heeft een contract bij One, dus hij is sowieso niet beschikbaar. Je hebt wel gevraagd. Ik weet dat hij niet beschikbaar is. En is het iemand die er een beetje rommel kan maken in de... Hij is een hele goede vechter, maar nogmaals, ik sta bij de vechters die wij nu hebben. Ja. Maar mocht er optie zijn, uiteraard staan we er voor open. Maar ik denk wel dat wij de beste zwaargewichten sowieso wel in huis hebben. Ja, dat is allemaal een mooi. Ik zou het wel een mooi matchup vinden voor Rico. Ongeacht van welke organisatie ze al bij vechten. Maar hoe zie je... Ik heb liever die gozer die 4 partijen op rij heeft gewonnen. Ja, op knock-out. Ja. Tegen behoorlijk wat namen. Hoe zie je nu de toekomst van kickboksen en dan met name Glory, waar jij natuurlijk bij betrokken bent? Over een maandje inderdaad, zo gezegd. De volgende Glory 84. U hebt een zware periode gehad, doorstart gehad in coronaperiode, wat moeilijk was evenementen te organiseren. In die periode ook wat vechters verloren, omdat jullie niet iedereen aan het werk konden houden en mensen op een gegeven moment ook andere dingen zijn gaan doen. Ja. Hoe zie je nu? Want ik heb het gevoel dat er wel weer een klein beetje beweging in zit. Hoe zie je de toekomst? Nee, ik zie er behoorlijk wat beweging in. Sowieso hebben we nu vrijwel elk evenement, elke maand weer een evenement. En inderdaad, we komen van een periode dat we er misschien 3, 4 maximaal op een jaar hebben. Dus dat is een groot verschil. Dus nu kunnen we ook weer nieuwe jongens gaan bijtekenen. Ik moet zeggen dat we eigenlijk elke jongen wel hebben die we wilden houden, wel op een uitzondering naar hebben kunnen houden. Dus daar ben ik wel gelukkig blij om. Maar wat ik nu vooral heel leuk vind, is dat we eindelijk weer die divisie nieuw talent kunnen gaan zoeken. Ook de mogelijkheid hebben om ze weer op te bouwen. Mm-hmm. Zodat je langzamerhand al die divisies weer kan vullen met nieuw talent. En
ja, die competitie weer sterker kunnen maken. Ja, want dat is een beetje de kritiek af en toe, hè, die dan van buiten af hoort. Ja. Glory, dat ze te veel leunen op de oude sterren. Dus de Ellison, ja. Badr, Rico. En dat er te weinig nieuw talent doorkomt. Is dat iets waar je wel op de achtergrond... Ja, maar als mensen daarover klagen, dan moeten ze ook die nieuwe talent supporten. Ja. Weet je, dan moeten ze ook zorgen dat ze een kaartje kopen voor het nieuwe talent. En niet alleen een kaartje kopen voor het oude talent. Maar dat was ook in de tijd dat we in de corona zaten. Dat we met 3 evenementen per jaar hebben zonder publiek. Ja, dan heb je wel een baan over Rico nodig als je pay-per-views wil verkopen. Nu hebben we bijvoorbeeld ook een Videoland deal, geweldige deal. Dus die pay-per-view die is nu weggevallen. Maar we kunnen nu weer publiek. We zijn nu weer open voor het publiek. En ja, we kunnen gewoon nieuw talent gaan tekenen. En je ziet het ook. We hebben nu Glory 83 gehad zonder die oudere namen. Glory 84 komt eraan zonder die namen. Mm-hmm. En dat worden gewoon allemaal leuke evenementen. Ja. En we moeten het samen doen. Wij kunnen niet alleen. Wij zijn de organisatie, we hebben het platform. We hebben de vechters nodig die de prestaties leveren. En we hebben de media en het publiek nodig die het supporten. Ja. Als je nu, het is altijd koffiedik kijken, je hebt geen glazen bol. Maar als je nu een beetje kijkt zo in het achterland met die jonge vechters die eraan zitten te komen. Zit er eentje tussen, ja, dat is over een paar jaar, wordt dat een superster? Ik denk in meerdere. Ja? In meerdere heb ik het gevoel. Ja? Ja. Kun je er eentje noemen? Kan ik één... Zonder te veel druk op diegene te leggen natuurlijk. Nee, ik ga geen noemen. Ja, hij is wel ik ga geen noemen. Daar heb ik ook even niet gezegd vandaag. Ja. Ja, nee, maar dit is moeilijk om dat te zeggen, want... Maar je hebt ze wel nodig, toch? Je hebt wel die grote namen nodig. Ja, maar als er al om evenementen aan te hangen. Zoiets moet ook gewoon organisch komen. Ja. Het moet organisch komen of iemand het nieuwe wordt. Ja, is dat zo? Dat moet het orgaan? Want tegenwoordig heb ik het gevoel dat je meer moet kunnen dan alleen goed vechten. Je moet jezelf ook een beetje promoten en doen. Maar ik bedoel, als vechter moet je het gewoon organisch bewijzen. Ik moet gewoon Pietje tegen Klaasje zeggen. Als ik denk dat Pietje talent heeft, nou, dan moet ik er gewoon blijven matchen. En als ze inderdaad die ster blijkt te zijn, nou, dan blijft deze partijen winnen. En daarnaast moet hij natuurlijk ook zijn verantwoordelijkheid hebben buiten de ring. Ja, maar daar speelt de organisatie toch ook een rol in om de vechters op een bepaalde manier te promoten. Hè? Ja, wij als vechter, jij als media. Ja. Ik denk dat iedereen daar, de vechter zelf, ik denk dat iedereen die de sport een hart warm toedraagt, daar wel een verantwoordelijkheid in heeft. Nou ben je natuurlijk geen promotor, maar je bent matchmaker, dus dat ligt dan verder niet bij jou. Maar ik kan me voorstellen, het zit wel in je hart. Je wil ook graag dat het goed gaat en dat deze sport en deze organisatie nog jarenlang kan groeien en groter kan worden en beter kan worden. Wat zou er in jouw ogen nog beter kunnen of nieuw kunnen gebeuren om dat een beetje een push te geven? Nee, ik denk sowieso ook media. Kijk, mensen zeggen, well, jullie leunen te veel op oude jongens. Maar dat zijn ook de jongens waar de media net de interesse in toont. Kijk, als de media nou ook die interesse zou tonen. Kijk, bijvoorbeeld, ik noem maar een partij als voorbeeld. Die Peposje tegen Sheikh Moussa. Mm-hmm. Het is onmogelijk dat iemand die partij gaat zien en niet... verliefd wordt op sport. Ja, precies. Dus wij zetten die partij neer. Dat is een platform, ja. Het moet toch... Dan moet het, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik zit tot, weet je... Kijk, je hebt nu even dus over promotie. Je wilt zeggen, maar je bent geen promotor. Maar ik wil zeggen dat ik de laatste tijd eigenlijk niet zo heel veel de promotie... Het is dat ik het in één keer bij iemand op social media voorbij zag komen. Maar dan heb je waarschijnlijk geen vechtsportgerelateerde post geliked op social media. Misschien niet. Dan wil ik zijn feed wel eens kijken wat jij wel voorbij ziet komen. Maar kan het zijn dat als een iemand van de oude garde, een Badr, een Jamal, dat het dan stiekem toch iets meer wordt gepromoot dan... Ja, dat misschien zou dat kunnen zijn. Dat is, nogmaals, het is niet mijn afdeling, maar het is sowieso iets om altijd naar te kijken. Alles waar we op kunnen verbeteren, ook vanaf mijn afdeling, uiteraard staan we daar open voor. Ja. Ik weet, een van de dingen waar het al lang over gesproken wordt en wat ik denk dat het heel goed zou zijn, is een Ultimate Fighter-achtige formule. Ultimate Fighter was natuurlijk eigenlijk de doorbraak van de UFC ook toen de tijd. Ja. Waar je gewoon 12 weken, weet ik veel, of een aantal weken gewoon vechters in een huis hebt en dat je die vechters leert kennen. En gelukkig hebben wij een afspraak met Videoland. Dat gaat gebeuren. Om zoiets neer te gaan zetten. Leuk. Ja, dus we zijn nu... Dus zie ik, vertel wel wat. Ja. Dus, dus we zijn nu kijken hoe we dat precies kunnen invullen, details te invullen. Dus ik hoop dat we daar wel snel meer duidelijkheid over kunnen geven. Ah. Dat wordt echt
inderdaad ook life-changing voor ja, de sport, denk ik. Dat denk ik ook. Ik denk, ja, dat bedoel ik ermee. Dat zijn de vehikels die je mee. Kijk, de vechters moeten het in de ring doen, want als vechters geen mooie partij neerzetten, dan kom je nergens. Maar je moet ze wel een beetje een setje geven. Maar ik denk ook één reden waarom ik die sport zo leuk vind. Je ontmoet zoveel. Elk vechter zijn zulke extreme typetjes. En iedereen is anders. En ik denk, als mensen een beetje het idee van de persoon achter de vechter leren kennen, weet je dat ze kan niet anders zijn dat deze sport niet grootste mainstream sport van Nederland kan worden. Ja. En van ter wereld misschien wel. Ja. Maar dat, weet je, dat is voor jou zo en dat is voor mij zo. Weet je, waarom wij doen, afzonderlijk van elkaar, wat wij doen. Omdat wij die vechtsport zo mooi vinden. Maar ook inderdaad om die andere kant te laten zien. Weet je, dat is met name mijn doel met die podcast. Om de mensen achter te vechten. Want er zitten zoveel diepere lagen achter dan wat diegene in de ring doet. Weet je, het is niet alleen maar iemand om op zijn kop slaan. Nee, het zijn allemaal mensen met een verhaal, met een achtergrond. Met weet je, een reden waarom ze doen wat ze doen. En ik denk dat af en toe nog wel eens een beetje... Ja, en we zijn goed op weg. Je weet, we zitten allebei 20, 25 plus jaar in de sport. Jij ook. Dus we weten waar we vandaan komen en we weten ook waar we nu zijn. Ja. Weet je, we komen van die kleine zonnehuisgalatjes die geweldig waren. Mooi. Ja. Oh. Die waren natuurlijk geweldig. En nu zitten we op Videoland en wereldwijd op tv. Ja. Weet je, dus het gaat heel goed. Ja. En het heeft zoveel potentie en het gaat alleen maar beter. Ja. Vind je dat de vechters veranderd zijn? En dat bedoel ik in... Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik denk ook, net de sport is ook geprofessionaliseerd. Maar vroeger kon je iemand bellen een dag van tevoren. En weet je, die pakt een tas en die gaat. Weet je, en nu heb je ook wel eens van, nee, ik wil niet tegen die. Dat mensen toch een beetje zijn... dus dat punt wat je wil. Maar dat heb je. En dat is niet bij iedereen zo. Maar je hebt zulke mensen. Maar het is niet zo dat ik er niet altijd... mee eens ben. Want het is wel een... We zijn een professionele sport nu. Het is niet gewoon even een hobby. Je pak je tas en... Ja, klopt. Zoals die murder, Imromeen. Imromeen, die was geweldig. Die werd gebeld, die is op zijn werk. Die werd gebeld voor een partij. Pakt hij zijn spullen, vraagt hij even een paar uurtjes vrij. Hij pakt vecht zijn partij, gaat er terug naar zijn werk. Ik begon met kickboksen bij Mandingo Gym bij Glen Brasdorp. En als wij dan in het weekend mee gingen naar Gala om een van onze vechten te supporten, zei hij standaard, bidje mee, tok mee. Ja. Want voor je het wist, als er op het Gala ergens een partij uitviel, dan stond je gewoon zo in de ring. En dat hebben wij, dat kan dus bij ons niet. Nee. Natuurlijk, je moet medicals aanleveren om te wel kijken of je geschikt bent om te vechten. Dus dat is wel veranderd. Maar ik denk dat om de sport professioneel te houden, dat het wel een... Goeie stap, absoluut. Alleen soms mis ik wel echt die... maar gelukkig zijn er nog tig vechters. Die je hoeft ze maar te bellen en ze zijn dankbaar voor elke mogelijkheid die ze hebben om in de ring te staan. Ja, gelukkig maar. Ja. We hebben het al over de toekomst is rooskleurig, zeg je, voor het kickboksen en voor Glory. Wat is je ambitie? Bijvoorbeeld over 5 jaar, waar zou je willen staan nu met het geheel? Ik denk wel een beetje op het niveau UFC. Ja. Misschien dat niveau is misschien wel weg, maar wel een beetje die richting op. Ja. En ik denk dat die mogelijkheid er sowieso wel is, want... En misschien ben ik ben natuurlijk subjectief, maar ik ben echt een fan van het kickboksen. Ja. En ik vind het persoonlijk veel spectaculairder dan een MMA-partij. Ik krijg graag naar MMA, maar ik vind het kickboksen toch wel spectaculairder, omdat het toch meer actie is. En de kans dat een partij doodvalt, zoals soms op de grond, is kleiner. Ja. Nou ja, maar dat is het. En dan kom ik dan misschien weer terug. Sorry dat ik alweer in herhaling val op het gebied van promotie. Want iedereen die ooit naar een kickbox evenement is geweest, die zegt hetzelfde. Het is spectaculair, het is voor actie, bla bla, het is het mooiste vechtsport ooit. Bla, weet je? En toch op een of andere manier, hoe lang heeft Glory niet geprobeerd om in Amerika door te breken, is eigenlijk nooit van de grond gekomen daar. En ik begrijp, ik kan mijn hoofd er niet omheen draaien waarom dat zo is. Want het heeft alles, weet je. Het is geen Amerikaanse supersterren. Ja, precies. Dat is het. Kijk, het niveauverschil tussen Amerika was toen de tijd, en nu nog steeds, denk ik, een groot verschil tussen het westerse niveau en het Europese niveau. Maar je ziet jongens van andere landen buiten Nederland, je ziet ze, het niveau gaat zo snel omhoog. Ja. Nederland, of Amerika moeten we nog even kijken, maar het niveau gaat wel extreem omhoog. Ja. Ook die MMA-vechters worden staand beter, dus daar... kan je ook
sneller een switch gaan vinden. Ja. Nou ja, je krijgt dan ook zo'n Joyton inderdaad, die dan van MMA naar kickboksen komt. Er ging natuurlijk alleen maar kickboksers, ja, van kickboksen naar MMA, maar nu zie je dan af en toe ook gasten bij ons een beetje komen snuffelen. Ja. Dus je krijgt de telefoon staat rood gloeiend bij Glory. Er zijn veel mensen van, ook van andere organisaties, die echt graag bij Glory zouden willen vechten. Dus ik denk dat we heel veel nieuwe namen gaan tekenen de komende tijd. Durf het bijna niet te vragen. Nee, ga je toch niet zeggen? Oké, ik heb wel twee vraagjes nog over matchmaking. Dan wil ik jou persoonlijk nog wat vragen. Hamisha, hoe gaat het daarmee? Ja, die komt van een zware blessure. Knieblessure, ja. Knieblessure, daarna ook weer zijn hand laten opereren. Dus ik hoop dat hij heel snel weer in de ring staat. Ja. Ja, ik hoop, ik denk sowieso voor de eerste helft van het jaar. Je hebt weer iets wat ik zeg. Ja, ik zeg het als want als we het hebben over, potentiële nieuwe sterren, dan denk ik dat hij daar eentje van is namelijk. Ik ben blij dat jij die naam noemt, zodat ik het niet hoef te noemen, zodat ik dan waarschijnlijk ook weer wat mensen vergeet, want ik zie echt veel potentie in heel veel jongens. Ja. Hamisha is uiteraard... En Hamisha heeft een heel rustig ingetogen karakter, maar overal waar hij komt, als hij vecht, is het altijd hysterie. Want hij trekt heel veel fans. Ja. Iedereen houdt van zijn stijl van vechten. En het is gewoon een meedogenloze killer in de ring. En ik denk dat hij met name de potentie heeft om echt... Maar hij vecht te weinig. Dat is het. Weet je. Dus je hebt hem niet echt kunnen bouwen. Dat ligt er niet in ons. Nee, dat is veel blessures, veel pech gehad en zo. Maar, wat ik heb gehoord is die echt zo goed als opgelapt. En hij is nu rustig weer aan het trainen. Hij moet natuurlijk voorzichtig zijn dat hij geen terugval krijgt. Maar ik denk dat hij nu hopelijk goed verlost is van al die blessures. Ik hoop het ook, want die heb ik gemist als liefhebber. Ja, precies. Tweede vraag. Een heel hardnekkig gerucht al een poosje dat Glory bezig is om Melvin Manhoef tegen Gökhan Saki te gaan matchen. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar mocht die mogelijkheid er zijn, dan kan ik er uiteraard niks over zeggen. Zou je dat willen? Maar ik zou dat een leuke partij vinden. Ja. Heb je met Melvin gesproken? Melvin heeft aangegeven dat hij nog wel een keertje wil kickboksen. Ja. Ik heb contact met Melvin, ik heb contact met Saki. Het zijn ook jongens waarmee ik ben opgegroeid en ook weer jongens waarvan ik die een grote invloed op mijn liefde voor de sport hebben gehad. Dus om die nou natuurlijk tegelijk te kunnen matchen, is natuurlijk wel... Het zijn niet meer de jongste jongens, maar het zijn wel jongens met nog steeds behoorlijke kwaliteit. Zeker. En twee willen gaan, daar voel je een arena mee vol hier in Nederland. Ja, ik denk dat dat in ieder geval wel eyeballs in het Engels, maar dat je in ieder geval wel oog op je gericht weet. En het zijn natuurlijk twee zwaargewichten die allebei eigenlijk undersized waren de hele carrière. Altijd tegen Goliath hebben gevochten. Kan ze ook zwaargewicht vechten? Kunnen ze niet gewoon beter half zwaargewicht vechten? Ja, ze zijn beide een beetje dezelfde lengte, denk ik. Hè? Ja, ik heb niet het idee dat Saki nog heel graag afvalt. Maar persoonlijk, weet ik niet. Ja. Hij is ook heel lang op ijs kampioen geweest op 95. Maar. Ze kunnen gelukkig beide gewichten kunnen halen. Ja. Melvin heeft nog middleweight gevochten zelfs. Bij Bellator was hij op een haan naar kampioen middleweight. Dat zou ik wel een mooie pot vinden. Ja ik persoonlijk zou ik er wel voor zijn. Laten we kijken hoe groot mijn invloed is. Zet meteen een voorzetje voor mijn volgende vraag. Je bent natuurlijk op dit moment, weet je, begonnen als liefhebber via Gilbert Eiffel en bij Cabine terechtgekomen. Ja. En nu ben je een van de meest invloedrijke mensen in het mondiale kickboksen. los van de positie die je hebt, wat heeft de vechtsport jou gebracht? Waar ben je het meest dankbaar voor? Of wat heeft het meeste invloed op jou gehad? Ja, ik denk alles wat ik nu doe, is dankzij het vechtsport. Wat ik denk het leukste en dankbaarste voor ben, is dat ik heel veel verschillende type mensen heb leren kennen. Van elke laag van de maatschappij. Van alle verschillende culturen, achtergronden. En daardoor denk ik wel dat ik een betere kijk op de wereld heb. Ik heb gewerkt met mensen in verschillende rollen, dus ik heb overal een beetje kunnen meekijken, mee kunnen proeven. En ik denk dat dat mij wel een beetje heeft geholpen om een goede kijk op de wereld te hebben, me goed te kunnen inleven in anderen. En daardoor deed ook deze positie en mijn leven gewoon zo goed mogelijk in te vullen. Ja, ben je er dankbaar voor? 100%. Ja. Heeft het je ook veranderd als mens? Je zei al van die vooroordelen die ik over de sport had, waren meteen al weg. Maar heeft het je op een andere manier nog veranderd? Ja, tuurlijk. Je krijgt vooral in dit wereld, je krijgt elke dag wel een paar wijze lesjes. Of
word je weer even met beide benen op de grond gezet. Dus die lessen blijven komen. Ja, mensen niet onderschatten, mensen niet oordelen op hoe ze eruit zien of wat dan ook. Dat zijn maar kleine greep. Mooi lessen. Man. Weet je wat ik het allermeest indrukwekkende vind in jou? Het meest indrukwekkende niet allemaal. Dat je Thais spreekt. Okay. Dat vind ik echt, deze man spreekt gewoon Thais. Ja. Ik weet niet, heb je dat wel eens geprobeerd om dat te doen? Nee, maar ik weet wel, als Robbie iets zag of iets leuk vond, dan was het dat duurde dat een of twee weken, dat deed hij of kon hij het al. Dus ja. Enorme drive. Ja. Ja. Ja, maar als ik echt iets leuk vind, dan wil ik er wel voor gaan, ja. Ja. En daar is de kickbox sowieso eentje van. En als je, ik hou van Thais eten en als je het eten wil bestellen, moet ik toch wel moeten. Oh. Ik woon er nu al 14 jaar, hè. Dik 14 jaar in Thailand. Ongelooflijk, ja. Ja. Ik ben gek op Thais eten trouwens. En Thais eten in Thailand niet te vergelijken met wat je hier eet. Maar... Ja, ik praat er wel altijd over mee, maar ik eet echt Thais op zijn westers. Thais op zijn westers, ja? Ik kan nog steeds niet spicy eten. Heet eten kan ik nog steeds niet. Toen ik daar landde, had ik me voorgenomen om elke dag iets heter te gaan eten om een beetje te leren, maar... Nee, is niks voor mij. Ik hou wel van pittig eten, maar Thais pittig is toch anders. Een van de eerste dingen toen ik de eerste keer in Thailand kwam, was ook bij jou, hè, op Samui. Ja. Het eerste wat ik leerde was my pet. Niet heet. En het probleem met de Thais, je werkt met klanken. Ja. Dus als je pet is bijvoorbeeld ook eend. Dus als je het verkeerd uitspreekt, dan zeg je geen eend in plaats van niet spicy. Ja. Oké, geen eend, maar eventjes extra spicy dus. Ja. Er zijn woorden die als je fonetisch, als je die opschrijft, dan lijkt het hetzelfde. Maar door 5 verschillende tonen zijn het 5 verschillende woorden. Dus eigenlijk is het een taal die je een beetje moet zingen. Ja, ongelooflijk. Ja, ik heb respect. Ik waardeer dat heel. Kom je ooit nog terug, denk je? Of ben je dan gewoon daar voor de rest van je leven? Zeg nooit. Als je mij... Ik woon er nu 14,5 jaar in Thailand. Als je mij 15 jaar geleden zou vragen, zou je ooit in Thailand willen wonen of Nederland willen verlaten, zou ik nee zeggen. Maar nu geen haar op. Ja, ik heb sowieso geen haar. Maar nu geen twijfel over mogelijk dat Thailand echt mijn huis is. Hoor. Nee. Ik kan ook niet wachten om morgen weer lekker weer in het op Koh Samui te zijn. Want het is echt een geweldig eiland. Lekker weer. Lekker eten. Nog geen, man. Nog steeds niet geweest. Schaam, ja, echt schaam. Ja, ik ben weer hier. Ja. Ja, nee, van je vrienden moet je het hebben. Ja, precies. Ja. Maak die afspraak, jongen. Ga die kant op. Ja, dat is zo mooi. Ja. Ik weet niet wat je mist. Heb je zelf nog iets wat je kwijt wil? Wat je wil zeggen? Nee, ik heb niks te zeggen. Nee, ik heb niks te zeggen. Ik ben al lang blij dat klaar. Ja, iets waar je misschien op terug wil komen of iets wat onvermeld is gebleven, wat je nog kwijt wil? Nee. En anders misschien net als Mike een keertje terugkomen. Altijd welkom. Favoriete Glory gevecht? Die is geweest. Oef. Het zijn er veel. Paposhi Sheikh Musa, absoluut. Ja. Die zit erin. Rico Jamal, absoluut zit erin. Ja. Rico Bader. Maar ook voor mij... De twee eerste, publiek, de tweede. Kijk, publiek maakt een partij. Ja. En daar ben ik ook in de corona echt achter gekomen. Als je een hele mooie partij hebt en je hebt totaal geen publiek, is toch anders dan als je diezelfde partij hebt die iedereen goede achterbaan heeft. Ja. Want gepassioneerde fans, dat zijn echt... Ook voor de vechters zelf, hè? Want alle vechters zeggen, vechten maakt niet uit met de zonnepubliek, maar het is gewoon niet waar. Want fans geven je gewoon net die 10% of 15% extra. Nee, maar ook als je iemand geeft een directie direct en die wordt geraakt. En dan heb je duizenden fans die uit een dak gaan daarvoor. Ja. Maar dat geeft extra boost. Dus het is echt, fans maken fights. Ja, man. Ja. Ja, is Rico Bader de eerste of tweede? Denk je de tweede bedoelt? Niet? Ook doordat ik wat ik zeg, die fans maken die partij. Dus ook als Sasje die fans misschien weg zou halen, zou misschien de ene minder dan de ander zijn. Maar door die fans en door die hype door hem heen hangt, maakt het gewoon die partij gewoon zo speciaal. Ja. Maar ook Sergej Maslobiev tegen Tarek Kebab. Oh, wauw. Geweldige wedstrijd. Dat stik van de partij. Ja, is gevecht van een jaar geworden, vorig jaar was het ineens. Hij was in ieder geval wel genomineerd, was hij daarbij. Ja. Was ook een fantastische wedstrijd. Wat is die voor jou? Ja, moeilijk man. Ik vind, weet je, als ik gewoon zo uit mijn blote hoofd iets moet noemen, dan zou ik inderdaad ook zeggen Collision 2 met Rico en Bader. En
Nee, de wedstrijd was ook meeslepend en dramatisch en alles erop en eraan. Ja. Maar gewoon het publiek. 32.000 mensen in het Gelderdome, nog nooit eerder vertoond in Nederland. Het publiek. Ja, ja, toen, weet je, Gelderdome zit een dak op, maar toen bij die opkomst, toen ging echt het dak eraf. Die energie daar was gewoon, ja, ik krijg gewoon nu weer kippenvel als ik daar aan denk. Die energie, dat heb ik nog nooit meegemaakt bij geen voetbalwedstrijd. Nergens, dat was ongekend. Dat is denk ik wel voor mij en denk ik voor Glory als geheel de pinnacle geweest. Ja, absoluut. Ja. Ja, hopen dat er nog meer gaan komen. En groter. Laten we het hopen. Ja. Robbie, dankjewel. En je bent altijd welkom hier. Ik heb het idee dat we nog wel een paar uur door kunnen praten. Ja, ja zeker. Volgende uitzien bij hem in is dat mooi? Volgende podcast op zo'n mooi? Ja, heerlijk. Misschien even sponsor vinden. Ja, we sponsor vinden. Waar kunnen ze mailen? Waar kunnen jullie contact hebben? info@vechtersbasis.tv alsjeblieft. Okay. Help Splinter door de win of help ons naar zo'n mooi. Ja. Nou, je bent over een maandje weer terug. In ieder geval, ja, over 3 weken al. Drie weekjes. Morgen vlieg ik terug en over 3 weken ben ik weer. Ja, even van jetlag naar jetlag. Net genezen en dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, precies. Leuk man. Het hoort erbij. Je moet er wat voor over hebben. Precies. Dankjewel. Ja, jullie ook. Tot snel. Gilbert, ik zie je ook snel weer. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of het luisteren. Je weet hoe we te vinden zijn. Spotify, YouTube of Apple Podcasts. Vergeet niet te liken, te delen en vooral te abonneren. Doe het nu alsjeblieft. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is oes!